Wat hebben Daar wordt aan de deur geklopt, Graaf Tell en de Johan Cruijff Arena te maken met de wals? De geschiedenis... De walsinstructie. Oh, crap. Begin met je linker en rechtervoet naast elkaar. Stap naar voren met je linkervoet. Stap diagonaal naar voren met je rechtervoet. Zouden mijn voeten op schouderbreedte moeten staan? Op de moment van stap bij elkaar, zit je linkervoet naast je rechtervoet. Zodat ze weer naast elkaar staan. Ik geef het op. Dansen is niks voor mij. Laat ik het maar bij de muziek houden. De wals stamt oorspronkelijk uit de volksmuziek van Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Ontstaan al dan niet onder invloed van een volgens het Duitse Rheinlandsgebot gebrouwen biertje. Kenmerkend voor de wals is de driekwartsmaat. Drie kwart noten in één maat. Zoals Graaf Tell ons al leerde in onze Sesamstraatjeugd. Wat fijn zo'n wals die rustig deint. En ik tel 1, 2, 3 tot het eind. De maat die blijft maar steeds gelijk. Het ritme dat blijft dus vast omlijnd. Drie tellen in de maat met een accent, een nadruk op de eerste tel. Boom tjak tjak, 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 boom tjak tjak. Uitermate geschikt om als paar op te dansen. Voorlopers van de wals werden al gedanst in de 12e en 13e eeuw. Het waren boerendansen. De voorloper die in Parijs gedanst werd, die heette de Nizarda. De versie uit Beieren heette de Volta. En deze verspreidde zich binnen Europa van het platteland naar de buitenwijken van de stad. Eind 16e eeuw bereikte de walskoorts Wenen, waar hij de naam Weller kreeg. De dans werd in de tweede helft van de 18e eeuw sneller en de dansparen kregen een gesloten danshouding. Dat is een houding waarbij de dame vooroverleunt en het lijkt alsof ze zou omvallen als de mannen niet zo zijn. Nou, de hogere klasse die vond deze toestand maar abject en infaam, want ja, de dansers die dansten zo dicht tegen elkaar dat hun gezichten elkaar bijna raakten. Nou, dat kon natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Toch waren steeds meer edellieden zelf wel klaar met hun eigen brave dansen. En zeiden, kijk maar aan, ons geschuifel. Ik kan walsen op het bal van mijn bedienden. De doorbraak van de wals kwam met het Weenscongres van 1814 en 1815. Waarschijnlijk is die term Weense wals ook daarvan afgeleid. Tijdens dat congres werd er gebakkeleid over de Europese situatie na de Napoleontische oorlogen. Na die ellenlange vergaderingen wilde men niet wenen, maar dansen. Ja, er werd heel wat afgewalst. De Weense wals werd nog populairder en steeds meer componisten stortten zich op deze dansmuziek. Een bekende vroegmoderne wals stamt uit 1788, namelijk Odo Liebe Augustin, van een Oostenrijkse minstreel en doedelzakspeler Marz Augustin. In Nederland kennen wij het beter als het Sinterklaasliedje, Daar wordt aan de deur geklopt. Een familie die onlosmakelijk met de wals verbonden is, is de familie Strauss. Johann Strauss senior heeft ertoe bijgedragen dat de boerendans werd omgevormd tot een dans die ook op de Duitse hoven werd gedanst. Daarna ging het heel hard. Johann Strauss junior die zorgde voor een verdere verspreiding van de wals over Europa en naar de rest van de wereld. En Levi Strauss deed hetzelfde voor de spijkerbroek. Maar goed, wie Johann Strauss zegt, die zegt ook André Rieu. Ja, de man die de rotondes in Maastricht altijd driekwart neemt. De man die met zijn Johann Strauss orkest de wereld overwalst. En die op de middenstip van de Amsterdam Arena de Second Waltz van Shostakovich speelde. En met diezelfde muziek 28 weken lang in de Nederlandse top 40 stond. Respect. De muziek bij de wals ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een zelfstandige stijl. Of ik zo 1, 2, 3 wat componisten weet? Natuurlijk. Schubert, Brahms, Tchaikovsky, Chopin. Vooral de versie van de minutenwals die Chopin voor Jasperina de Jong schreef, deed het erg goed. Na 1900 verloor de wals aan populariteit. Maurice Ravel probeerde er in 1920 op zijn manier nog een extreme draai aan te geven met La Wals, waarin de Weense wals tot bijna bizarre proporties is uitvergroot. Een muzikoloog omschreef het als volgt. Het is niet zomaar een wals, het is een wals over walsen. Een wals die over zichzelf heen walst. Kortom, een wals met een persoonlijkheidsstoornis. De geboorte van de rock'n'roll eind jaren 50 zorgde natuurlijk voor een muzikale revolutie. Maar die goede oude wals, die werd niet vergeten. Denk aan Billy Joel met Piano Man, Leonard Cohen met Hallelujah, R.E.M. met Everybody Hurts en Alicia Keys met Falling. En vlak ook pubhits als Mull of Kintyre, Scarborough Fair en Brabant van Guus Meeuwis niet uit. En wie de nodige versnaperingen op heeft, die gaat nog steeds walsend naar huis, fietsend over gebaande paden, geëffend met een wals.